De Goliath, Python, Vliegende Hollander, Baron, Lost Gravity, Condor, Joris en de Draak. Zomaar wat achtbanen die ons Nederland kent. Ik ben gek op achtbanen, maar niet op deze. Ik ben trots op dit Nederland zelf al. Tuurlijk, niet per se om de speelstijl. Maar als je in de absolute blessuretijd een variant doet, met twee invallers en zo 2-2 maakt, wauw. Ik ben vandaag in alle emoties geweest. Je verliest naar panels en ik neem het niemand kwalijk. Van Dijk niet, Berghuis niet. Ik voel me verenigd vandaag. En dat mag wel eens. Wij zijn Nederland. Laten we samen zijn. What the fuck was dit, Mart? Ja, maat. Ik heb een soort combinatie van ongeloof in mijn gevoel. Dankbaarheid voor de wereld. Trots. En het voelt ook als een totaal onwerkelijke wedstrijd. En ik besef het nog steeds niet helemaal. En ik ben oprecht, ik zweer het je, ik ben oprecht gewoon een klein beetje emotioneel. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En dat komt niet door de alcohol, maar ik had die wedstrijd al lang opgegeven. Toen het 2-0 werd, dacht ik, nu is het klaar. Het was klaar, bro. Wout fucking Weghorst dan nog even de dag redt. Nou, Teun Koopmeiners. Teun Koopmeiners natuurlijk, maar ik vond het een onwerkelijke wedstrijd die ook echt, zoals het betaamt bij topwedstrijden, beslist is in een paar momenten. En ik denk als jij een neutrale voetbalsupporter bent uit Indonesië, Ghana of Peru, dat het best een saaie wedstrijd was met 4 doelpunten. Mm-hmm. Maar ja, het voelde, zoals je zei, als een fucking achtbaan, maat. En ik denk eigenlijk dat je niemand iets kan verwijten, los van het feit dat je de pingels niet goed genomen hebt. Nee, 5-3-2 tegen 5-3-2 is misschien nooit leuk. Even situatie schetsen. Wij zitten hier bij Club Atelier, zeggen dagenlang, kom hier kijken. Mensen hebben dat massaal gedaan. Het was volop uitverkocht hier. Ik heb heel veel luisteraars en kijkers van onze podcast gesproken. Veel positiviteit. Dank daarvoor. De wedstrijd ook beleefd met sommige luisteraars, kijkers. Ja, het voelt voor mij een beetje als Spanje 2010 all over again. Ja, dat gevoel heb ik nog niet, man. Maar we moeten het allemaal niet erger maken dan het is. Maar op zo'n moment voelt het gewoon alsof de wereld vergaat. Mm-hmm. En ik besef dat nog niet helemaal. Want het was echt fucking heftig, maat. En ja, goed, je hebt een bizarre prestatie geleverd. Alleen op het moment dat jij zo die verlenging eruit sleept en dan ook nog zo die verlenging overleeft. Maar toen dacht ik, we pakken hem. Dat doelpunt van Argentinië hing echt in de lucht in de 118 minuten. Ja, oké, maar voor die verlenging. Ja, toen dacht ik van, dat je in die allerlaatste minuut gelijk komt. Maar toen dacht ik, we pakken jullie. Maar toen, kut Argentijnen, kut Laos, kut Messi. Dat dacht ik allemaal. En dat is allemaal emotie en geen ratio. Hè? Wel gewoon. Nee, ja, tuurlijk. Maar die emotie is ook helemaal niet erg. En dat hoort ook bij een kwartfinale. En die emotie is wat voetbal zo mooi maakt. Alleen, ja, ik denk, zo'n doelpunt hing zo in de lucht in die verlenging, voor mijn gevoel, dat je denkt, nu ben je de morele winnaar van de verlenging, ja, waardoor je die pingels ingaat. En die maar pingel, ik had het juist dat ervoor. Maar heb je uiteindelijk terecht verloren? Die ene vraag. Heb je terecht verloren? 100%. Ja, 100%. Ja, ik durf en, ook, ja. Kijk, je hebt natuurlijk ten opzichte van Argentinië in de eerste 4 wedstrijden heb je een tactisch voordeel gehad. Alleen Scaloni, die misschien ik persoonlijk wel iets te licht heb opgevat met terugwerkende kracht, heeft dat met zijn ook 5 verdedigers en back-up-back volledig geneutraliseerd. En dat is knap van hem, omdat hij in ieder geval in het verleden dat nog niet echt bewezen heeft. Maar hij heeft bewezen om een goede trainer te zijn. Emiliano Martinez is een hele goede keeper. Ze hebben een supergoede verdediging. En zij zijn bijna niet in de problemen geweest. En hoe je uiteindelijk gelijk maakt is fantastisch voor Oranje. Maar ja, dat is wel gewoon een kopbal. Een vrije trap. Ja. Daar kunnen ze ook niet zoveel aan doen. En ja, goed, ik heb genoten van het vuur in die wedstrijd van zowel de Argentijn als van Oranje. En ja, het is alleen super zuur dat het zo eindigt. Omdat je gewoon, ja, je had hem in je handen. Wauw. Mensen, kijkers, luisteraars, welkom bij de WK Daily Podcast van FC Afkikken. We nemen jullie al 20 dagen mee in dit avontuur. Dit was het sentiment van ons beiden in de eerste paar minuten. Laten we vanaf nu een klein beetje uitzoomen, de wedstrijd bespreken. We hebben allebei volgens mij gezegd dat volgens ons Argentinië een poging doen in ieder geval. Vrij terecht heeft gewonnen. Ja, inderdaad, een poging doen. Vandaag zal niet alles hetzelfde zijn als normaal. We zullen het museum niet uitgebreid bespreken. We zullen de voorspellingen niet uitgebreid bespreken. We komen allemaal morgen op terug. Wij hebben ook even gewoon onze nacht nodig, onze emotie moet heel even botvieren. We gaan nu proberen de wedstrijd
relatief oké uiteen te zetten. We gaan Kroatië, Brazilië. Nou ja, doen we morgen. Kroatië is door. Super knap. Gaan we morgen allemaal bespreken. We gaan nog even inzoomen op de dag van morgen. Maar we gaan het vooral over Oranje hebben. Goed dat je luistert. Goed dat je er nog steeds bent. Laat even een reactie achter hoe jij je voelt. Nee, ja, absoluut. Maar, ja. Wauw. Ja, laten we beginnen bij de opstellingen, Mart. Want één verrassing eigenlijk in de basisopstelling van Nederland. Bergwijn begon in plaats van Klaassen. En dat vond ik persoonlijk een vrij gekke keuze. Ja, ja kijk, Klaassen die stond er volgens mij vooral om de aanval van de tegenstander te neutraliseren. Om gewoon te neutraliseren, ja. Om te verdedigen, om op de juiste manier druk te zetten, om kilometers te maken. Nee goed, daarvoor is Bergwijn gekomen, Gakpo naar de teampositie. Ik denk dat het verdedigend goed stond. Hè. Natuurlijk scoort Argentinië vroeg. Alleen, ja, je hebt nagenoeg niks weggegeven. En zo'n steekbal die Messi geeft, die is de 35e minuut vroeg? Ja, nou ja. Ik vind dat niet vroeg. Je hebt 35 minuten goed verdedigd. Ja, maar gewoon, laten we heel even terug naar die keuze. Klaassen speelt niet, Bergwijn speelt. Betekent Gakpo op 10, Bergwijn voorop. Je weet, Bergwijn is niet de vorm. Bleek vandaag ook wel weer. Maar oké, je kiest hiervoor. En in principe zeiden wij gisteren van met Klaassen die mee verdedigt, zorg je voor ruimte in de rug van Messi waar gevoetbald kan worden. Voor mijn gevoel was Klaassen een van die spelers die in de rug van Messi kon voetballen. En dan had je nu juist... Nu... Ja, kijk, ik denk dat Gakpo een super intelligente voetballer is, heel taakbewust is. Dus die ook in die ruimte aan de bal kan komen. Maar heeft Van Gaal dan bepaald uit de counter? Van oké, dan kan Bergwijn... Nou ja, dat zoals denk jij ik wel, al zei, van hij kan in de diepte spelen. Kijk, het was heel erg aftasten. En natuurlijk is de 35e minuut niet vroeg. Alleen ja, alle minuten die daarna kwamen, die 55, ja, ging Argentinië verdedigen. Dus wat ik wil zeggen is, ik denk dat Oranje het verdedigend goed had staan, ondanks dat ze Klaassen miste. Dus ja, dat je daarin kan zeggen, oké, het was een goede beslissing om Gakpo op 10 te zetten. Want Gakpo is een betere voetballer dan Klaassen. Alleen de Steven Bergwijn die wij dit WK gezien hebben is niet de Steven Bergwijn van de kwalificatie van de Nations League. Van Tottenham Hotspur tegen Leicester. Van Tottenham Hotspur tegen Leicester. Van Ajax tegen Rangers. Van het begin van de Eredivisie seizoen van Ajax. Ja. En kijk, dat is wel heel erg jammer van zowel Bergwijn als van Gaal. En kijk, ik weet niet of je dat Bergwijn kwalijk kan nemen. Alleen, ik denk wel dat je kan zeggen dat van Gaal misschien wel beter in kunnen schatten. Ja, ik vind achteraf gezien en ook vooraf gezien, heel eerlijk, vind ik starten met Bergwijn in zo'n wedstrijd, in zo'n vorm, terwijl die een groepsfase zo heeft gespeeld. En een laatste Eredivisie gedeeld. Ja, ja, maar precies die vorm. Ja. Gewoon eigenlijk de eerste paar wedstrijden was hij fraude voor de Eredivisie, fraude voor de Champions League. Maar oké, dat je dan bij het Nederland zelfs wel vertrouwen in hem houdt. Maar de eerste paar groepswedstrijden heeft hij het ook niet laten zien. Klaassen in zekere zin wel. Het is een tactische keuze. Maar misschien had ik dan nog ineens met hem gespeeld. Nee, maar had ik wel met Xavi Simons op Nauwe Lang gespeeld. Ja, ik denk dat dat heel opportunistisch is. Maar... Nee, want als je... Ik had met Klaassen gespeeld. Ja. Maar als je anders beslist. Ja, kijk, had ik niet met Bergwijn. Bergwijn is, ondanks dat wij een hele lange discussie hebben gevoerd en die hoeven we niet nog een keer te voeren, is Bergwijn wel een gozer die diepte heeft. En dat heeft Xavi Simons niet, Noah Lang ook niet. Dus dat is denk ik de keuze die Van Gaal heeft. Ja. Dat je één of twee gemaakt, één of twee ballen diep kan spelen op Bergwijn. Alleen ja, Bergwijn heeft... Dat zag je ook vandaag. Bergwijn is in balbezit gekomen en die was niet gelukkig. En ik denk dat je hem dat persoonlijk niet zo kwalijk kan nemen. Want iedere voetballer kan uit vorm zijn. Alleen, maar dat vind ik ook, Van Gaal is de verantwoordelijkheid. En we hoeven helemaal niet Van Gaal onder de bus te gooien. Nee. Want dankzij hem is Oranje zo ver gekomen. Ja. Alleen ik denk dat de goede prestatie van Oranje vandaag, dat je nog terugkomt tot 2-2... totaal niet toe te schrijven zijn aan Van Gaal. Nee. Nee? Nee. Hoezo niet? Ja, omdat die gelijkmaker die je maakt... Ja, maar is... nu ga je te ver. Want okay, we doen het rustig. Ja, we bespreken de wedstrijd chronologisch. Stap voor stap. Argentinië komt 1-0 voor. Laten we heel even inzoomen. Ik heb Messi vandaag echt uitgespuugd, gehaat. En de scheidsrechter misschien ook. Alleen die paas bij de 1-0 van Messi... Die geeft niemand. Die maakt alleen Messi. Ja, die bal, ja. Je ziet die herhalingen slow-mo. Hij ziet 10 seconden eerder dat er iemand gaat. Verder kijkt hij niet meer. En hij geeft hem alsnog. Dat is Lionel Messi. En Molina maakt hem uiteindelijk af. Ja, man. En kijk, we hoeven hier helemaal niet met zelfmedelijden te zitten. Maar die Molina die maakte bij Udinese de naar de andere goal. Bij Atletico vond hij nooit het net. En net nu neemt hij de bal goed mee. Houdt hij Van Dijk goed van zich af. Schiet hij die bal heel goed naast een snel uitkomende nopper. Dus dat doen zij bij Argentinië supergoed. Vond je dan blind aan de... Gewoon, Messi gaf een fantastische paas. Blind stond aan de buitenkant te dekken. Neem je hem dat kwalijk, ja of nee? Ja, kijk, je zou hem dat kwalijk kunnen nemen als hij er 20 meter vandaan stond. En
tussen de centrale verdedigers en de backs is vaak het gevaarlijkste plekje in jouw eigen verdediging, omdat daar de ruimtes groot worden. Ja. Alleen die afstanden klopten wel. En dit was gewoon een unieke bal van Messi. Je ziet hem nog net iets uitstellen. Hij legt hem perfect neer. En ja, ik had vroeger een keeperstrainer die altijd zei, bij zulke momenten moet je klappen. Dat is wat overdreven. Maar ik denk dat niemand hier iets aan had kunnen doen. Terwijl hier een stoel omvalt in de ruimte trouwens. Ja. Mocht je wat horen. Nee, ik denk ook dat Daley Blind niks kwalijk te nemen is. Nee. Ja, dan ga je eigenlijk de rust in, hè? Daarin wordt twee keer gewisseld. Berghuis komt voor Bergwijn, Koopmeiners komt voor de Roon. Logisch. Ja, nou ja, je hebt dat eerder in de poolfase ook gehad. En ik denk dat je wel kan zeggen dat als Oranje aan de bal niet comfortabel genoeg is, dat je verdedigend in de problemen komt. Dus ik denk dat dat wel logisch was. Aan de andere kant moest je ook gewoon een goal maken. En hoe vaak zien wij niet trainers die achterstaan, die dan 5 minuten voor tijd en spits erbij brengen, en dan zeg je, hoezo nu pas? Nou, weet je, dus hij doet dat vroeg en dat vind ik wel goed van Louis, man. Het vervelendste is, ik ben Ajax supporter zelf, dus Schreuder wisselt altijd rond de 60ste minuut. Ten Hag deed dat ook, die deed zelfs nog iets later. Van Gaal durft te wisselen en eerder dit toernooi hebben we dat bewierookt en vandaag vond ik dat ook weer bewonderingswaardig. Berghuis voor Bergwijn, hartstikke logisch, je brengt een stukje creativiteit, je staat 1-0 achter. Je weet, 5-3-2 tegen 5-3-2 wordt lastig, dus je hebt een splijtende paas nodig. Die heeft Berghuis, vind ik ook dat hij dat gebracht heeft in de tweede helft en ik de verlenging. Berghuis gruwelijk spelen. Koopmeiners valt in voor de Roon. Nou, dat is gewoon, je wisselt het type de Roon, de stofzuiger die ik de eerste helft prima vond spelen, voor een type die iets kan openbreken en enigszins dezelfde kwaliteit heeft als de Roon. Ja, ik weet niet of hij verdedigend dezelfde kwaliteit heeft, maar je weet dat die Argentijn... Nee, maar hij heeft wel nog een... Ik snap wat je bedoelt. Stok op... Ja, hij kan heel goed verdedigend de boel bij elkaar houden. En kijk, je weet dat die Argentijnen die gaan inzakken. En die voorste aanvallers die geven niet bizar veel druk. Nou ja, goed. Dan komt er ruimte voor Koopmeiners om die bal van links naar rechts te laten gaan. Ja, goed. Ik vond Argentinië veel agressiever verdedigen dan in die voorgaande wedstrijden. Dus dat deden ze hartstikke goed. Ja. Maar dat is tactisch een logische wissel. Nou ja, goed. Nederland stond hoog. Nederland stond hoog. Maar als je wat wil, tussen de linies, dan heb je niet zo heel veel aan Bergwijn. Hè, want die is vooral van waarde als ruimte achtervalt. Zeker. En Berghuis kan daar bij wel tussen. 1-0 achter heb je er geen veel. Precies, aan. Berghuis Klopt. Tussen de linies. Die kan wat. Ja. En die heeft het ook wel redelijk gebracht. Die heeft ballen ingespeeld gekregen. Mannetje uitgespeeld. Man aan de zijkant. Ja goed, uiteindelijk kwamen die torens van spitsen erbij. Dus dat vond ik ook wel vond ik ook wel logisch. En ik denk dat dat een goede wissel was voor Van Gaal. En dat die jongens het ook... Of die jongens klinkt wat denigreren misschien. Maar Koopmeiners en Berghuis het ook goed hebben ingevuld naar waar ze konden. Je staat 1-0 achter. Je probeert te herstellen, dubbele wissel. Lukt niet. Minuut 64 breng je Luc de Jong voor Daley Blind. Voelde voor mij iets wat vroeg voor Luc de Jong. Ja, vond ik niet, man. Want kijk, je hebt geprobeerd met Koopmeiners en Berghuis het over de grond te doen. Dat heb je zo'n 15, 20 minuten de kans gegeven. Is niet gelukt. Je hebt er niet doorheen kunnen voetballen. En dat is helemaal niet erg. Want Argentinië heeft echt een top elftal. Ook verdedigend. Hè? Als je naar die namen kijkt achterin met Romero, Martinez, Otamendi. Zijn dat echt hele goede verdedigers. Ja goed, dus dan moet je het op een andere manier proberen. Ja goed, dat heb je via Luc de Jong gedaan. En ja, ik denk eigenlijk dat je wel kan zeggen dat je dat niet per se goed gedaan hebt. Nee. Want daar heb je eigenlijk bijna niks uit gecreëerd. Het wonderbaarlijke is alleen dat je nog wel... goed voor de dag komen, daar komen we zo op. Ja, inderdaad, want dat is nog een stuk verderop. In minuut 73 krijg je een penalty tegen die Lionel Messi afmaakt tegenover Andries Noppert. Maar was het een penalty? Ja, kijk... Dit is het onderdeel, zeg maar, los van de penalty, dat ik La Hos. De scheidsrechter, de Spaanse scheidsrechter, waar Van Gaal eerder zo blij mee was, wil bespreken. Ja, oké, goed... Kijk, ik denk gelijk terug aan 2010. En vanuit de emotie zeg ik dat Laos een slechte scheidsrechter is. Alleen toen hebben we Howard Webb aangevallen. Terwijl die man een prima wedstrijd verloot. Een corner had gezien. En ik vond dat Laos het niet zo heel slecht deed. Bro, Messi maakt op een gegeven moment hands. Gewoon, hij tikt die bal uit de lucht. En hij krijgt geen geel. Klopt, dat had een gele kaart. Dat is insane. Dat had een gele kaart. Laos heeft niet goed gefloten. Wil je dat zeggen? Ja. Je hebt niet verloren door de scheidsrechter. Nee, ja, oké, dat wil ik niet per se zeggen. Maar Laos heeft niet goed gefloten. Nee, hij heeft geen... Het was een 5,5. Hij floot voor alles. Ook de andere kant op een gegeven moment. Ja, maar dat zijn Spaanse scheidsrechters. Dat, je weet, als je een Spaanse scheidsrechter krijgt, dan gaat hij veel kaarten geven. Dan gaat hij veel fluiten. Dat zijn mannetjes. Hij heeft ook de eerste paar kaarten waren voor Argentijnen. Dat zijn Spaanse scheidsrechters, maat. Daar heb je gelijk in.
Ik ben het... Nou ja, de eerste kaart was Timber. Toen ook Cunha, Romero, Weghorst. Nou ja, Depay, Martinez. Het is redelijk in... Uiteindelijk heeft Argentinië veel meer kaarten gepakt dan Nederland. Ja. Dus nou ja, Dumfries en Lang pakten nog voor ons sportief gedrag aan het einde. Ja, kaarten. Maar daar ben je dan ook wat trots op. Hè? Maar die penalty ligt gegeven. Ja. Stel, hij was niet gegeven, had de VAR hem nooit gepakt. Nee, het was net zwaar genoeg om hem niet terug te draaien. En dat is voor Oranje super droevig, maar... Maar dan weer even op sentiment. Puur op vandaag. Gewoon, ik ben een Messi-fan. Maar vandaag denk ik, Messi, tyfuslaaier. Ja. Los. Gewoon, en dat mag je mij ook niet kwalijk nemen. Of jou, of de rest van Nederland. Morgen vind ik Messi, of overmorgen, nee, na dit WK... Ik hoop niet dat hij zijn WK pakt, misschien. Ja, ik heb helemaal geen enkele liefde voor Messi. Maar ik neem hem ook niet kwalijk dat hij vandaag deze wedstrijd beslist. Maar ik heb dat nooit, man. Ik heb dat ook niet als Goethe-supporter met... Ik heb ook geen hekel aan Stijn Spierings die Goethe niet liet promoveren. Nee. Of dat soort shit. Die tegenstander boeit me gewoon niet zo. En dat heb ik vandaag ook bij Argentinië. Argentinië boeit me niet. Ik heb jou wel eens over Diederik Boer horen praten. Ja, maar Diederik Boer is anders, man. Diederik Boer is... Bram van Polen ook, dat is... Dat is de vijand. En dat is ook dom sentiment. Maar dat is dom sentiment waar je mee opgroeit. Dat is bijna indoctrinatie van keer op keer op keer op keer op keer. Hoor je van iedereen dat een teringleier is. En op een gegeven moment kun je niet anders meer zien. En dat heb ik bij Messi niet. Dat heb ik ook niet eerder bij Iniesta. Bijvoorbeeld heb ik dat ook niet. Messi maakt de 2-0. En dan denk je eigenlijk, wij staan hier met z'n allen, denk je het is klaar. En daar is opeens Wout Weghorst. Hij valt in minuut 78 in voor Memphis Depay. Ik denk op het moment dat je Wout Weghorst brengt, denk ik van nou ja, dan geef je op. En hij scoort in minuut 83 de 1-2. En hoe? Insane. Want hij verlengt die voorzet. Ja. Of wat was het? Het was een vrije trap volgens mij. Met zijn hoofd op magnifieke wijze in de lange hoek, man. Die Martinez is een... supergoeie keeper, heeft hij later bewezen, maar die was kansloos. Hij kopt die bal zo goed binnen. Het was gruwelijk. En iedereen, hè, wij waren natuurlijk met een hoop mensen aan het kijken, die zegt, hoe kan je Weghorst nou brengen? Nou, dan is het wel klaar als Weghorst erin komt. Nou, ja, maar goed, zei ik ook. Maar hij kopt die bal zo goed binnen, man. En kijk, we hebben hem altijd uitgelachen. Ja. Hè, tenminste, ik heb hem altijd uitgelachen. Om zijn naakt door de kleedkamer lopen bij iedere club voor wedstrijden, het bijgeloof. Om dat domme druk zetten, om dat pathetische gedrag, dat theatrale gedrag. Ik bedoel, die trap die hij van Gino Coutinho in zijn zak kreeg. Maar hij heeft vandaag wel de Nederlandse natie letterlijk hoop gegeven. En dat komt hem toe, man. Laten we naar 90 minuten plus 11 gaan. Wout Weghorst, eigenlijk Teun Koopmeiners. We krijgen nog één vrije trap. Laos, misschien onterecht. Eén vrije trap. En iedereen zegt eigenlijk hier van... Nou ja, vlak daarvoor had Berghuis nog een vrije trap. Ja. Had Berghuis die bal in het zijnet geschoten. De muur. Laat hij deze... schoot hem in de muur. Nee, ja, dat was die vrije trap. Oh. En hij had die keiharde bal die hij bij RKC uit namens Ajax wel maakte. Schoot hij nu in het zijnet. En nu zeiden we, laat Teun Koopmeiners nemen. Want hij kan een vrije trap nemen. Ja, ik zei, laat Gakpo hem nemen. Wie in 90 plus 11 doet een zachtjes paasje? Wie? Ja, het ding is... Ik heb dat nog nooit gezien in mijn leven. Volgens mij zijn alle mensen die voetbal kijken, die voetbalsupporter zijn, die daar niet professioneel bij betrokken zijn, het unaniem erover eens dat je nooit een variant moet doen. Nooit. Corners, vrije trappen. Iedereen alleen is altijd in FIFA als de glitches. Tering boos. En... als het in de wedstrijd gebeurt, zo'n kort balletje, het mislukt, dan is de hele wereld boos op je. En het spreekt zo erg voor Koopmeiners en Weghorst dat zij het in een maar van de belangrijkste... Maar twee wisselspelers. Ja, maar dat het in een van de belangrijkste wedstrijden van hun leven, dat zij het aangedurfd hebben om de kritiek van de hele natie over zich heen te krijgen, dat ze dit durfden. Dat is zo lijp. Maar bro, ik zit hier, ik stond achter Ricardo van Rijn en Tim Reserveur. Ik stond op een bank. Nee, niet de hele wedstrijd, vanaf minuut. Nou ja, 91. Dus ik vroeg aan Ricardo van Rijn, die wel eens een wedstrijd heeft beslist. Hè? De klassieker bijvoorbeeld, met die ene vrije trap. In de prachtig. Kuip. In de Kuip, was vrij mooi. Voor alle luisteraars in Rotterdam. ik vroeg aan hem, van is dit ingestudeerd? Hij zegt 100% dat dit ingestudeerd is. Maar hoe insane ben je in je hoofd als je als Teun Koopmeiners en Wout Weghorst, twee wisselspelers, iets instudeert? Terwijl je totaal niet weet dat je in het veld staat met z'n tweeën. Nou ja, ik ga ervan uit dat Ricardo van Rijn snapt wanneer iets ingestudeerd is en wanneer niet. Hij zegt, anders kan dit niet. Want anders verwacht je het niet, anders weet je het niet. Maar gewoon Teun Koopmeiners. Ik heb hem
ik heb toevallig 1-2 keer opnames met hem gehad met FC Afkikken. Ik ken hem als een Even hele goede... Droppingen? Nee, ja. Nee, helemaal niet. Oké, ga door. Maar we hebben 1 keer heel leuk opnames gehad met vrije trappen, lange ballen. Ik heb nog nooit iemand zo'n insane lange bal zien schieten. Nooit zo insane vrije trap zien schieten. Als je hem dan durft af te geven... Terwijl als jij hem niet geeft, je inderdaad de hele natie over je heen krijgt. Weet je wel, als hij hem had gegeven en hij belandt in de muur. Hij wordt geblokt, ja. Je wordt helemaal verrot gescholden. Maar iedere... Kijk, je wordt verrot gescholden, dat is 1. Maar iedere column van Marcel van Roosmalen, van wie dan ook, gaat morgen over die vrije trap. Van, wij zijn Nederland en wij denken dat wij in de allerlaatste minuut van een kwartfinale nog even een variantje, weet je wel. En zij durven dat gewoon. En dat is de prijzen. En hoe Weghorst uiteindelijk die bal binnenwerkt. Langs een van de beste keepers. Met uit... iets wat geluk. Toch? Ja. Hoe die hem afwerkt. Ja, maar gewoon, is dat hij geluk? Nee, maar het is ingestudeerd. Hij krijgt die bal. Er staat een verdediger tegen hem aan te leunen. Ja, maar... En oké, die bal rolt binnen. Gewoon, het is ingestudeerd. Super knap. Ik heb helemaal dan ook geluk. Maar ik weet niet of dit geluk is, man. Maar wat was er geluk aan, toch? Nou, gewoon. Er hangt een verdediger tegen je aan. Je hebt ja, maar die hou je toch heel goed van je af? Ja, nee, eens. Maar je weet niet 100% zeker dat hij het ziet. Maar zo werkt expected goals, toch? Klopt, maar ik vind dat Wout Weghorst hier samen met Teun Koopmeijners... Zij zijn helden, nee, maar ik heb ze al opgedragen. Zij creëren hun eigen geluk. Ja, en zeker. Dat is de prijs. En ja, op dat moment, volgens mij, waren wij allemaal de koning te rijk. En dachten wij dat we wereldkampioen zouden worden. Wij renden hier, wij zaten in de lila van Club Atelier te kijken. Dat is een zijvakje. Ik rende rond. Ik heb een paar mensen. Ik heb een paar mensen met bier ondergestrooid. Ricardo van Rijn heb ik nog 3 Bacardi Cola geschonken. Ja, het was schitterend. Ja, het was schitterend. Daarvoor kijk ik voelde voetbal. Me. Ja. Nee, maar gewoon, dat meen ik wel heel oprecht. Gewoon, wij hebben tijdens deze podcast hebben we een paar keer 2008. aangehaald als het gelukkigste moment ooit qua Oranje. Het mooiste. Vandaag, die 2-2, heeft dat overtoept. Gewoon niemand verwacht in minuut 112 met nog 1 vrije trap. Dan denk je van, ja, iedereen heeft hoop. Want het mooiste aan voetbal is hoop voor mij. Ja, het mooiste... Niemand verwacht dat het lukt. Nee, maar bro, het is niet per se het mooiste in voetbal. Het mooiste wat voor jezelf in het leven en ook in voetbal kan gebeuren is... Succes dat je niet verwacht. Het is het tientje in je broekzak vinden, achter in je portemonnee van het voetbal. Weet je? Je hebt Eens. Het idee van dit gaat niet meer gebeuren. En ineens waait die bal erin 2-2. Ja. En vanuit de kansloze Eens. Positie ga je ineens naar een fantastische uitgangspositie. En dat is prachtig. En ik denk dat je kan zeggen van dat het des te pijnlijker is dat het niet lukt. Maar dat is niet waar, man. Want ik koester dit moment nog steeds. Ondanks dat je niet door bent gegaan, ik ook. Is dit een gruwelijk moment. Ik ook. Dit is een van de mooiste voetbalmomenten die ik ooit heb gehad. 100%. Dit was gruwelijk. Gewoon de verbinding die ik met jou had, met al onze collega's. Maar ook mensen die ik niet ken. Nee, ik heb iedereen geknuffeld. Ik vond dit zo'n gruwelijk moment. En ik heb er ongetwijfeld meer gehad. En dan kan ik morgen op terugkomen en bla bla bla. Maar dit was heel erg vet. Nou ja, je maakt 2-2, dan begint de verlenging. De verlenging, ik dacht nu over toepjes, hè. Niet per se, want je staat veel aanvallender dan de tegenstander. Hè, we hebben Weghorst op het veld, we hebben Luc de Jong op het veld. Ja, als je het negatief uitlegt, als je het negatief uitlegt, is het 4-2-4. Ja. En je had gevoelsmatig... We stonden 4-4-2. Ja, als je het positief uitlegt. Ja. Maar als je gevoelsmatig had je moeten wisselen... Hij deed het met niet. Met de middenvelder erbij, Van Gaal deed dat niet. En ik denk dat Van Gaal daar ook wel redelijk gelijk in gehad heeft, omdat het gewoon goed is uitgepakt. Ja. Ik denk als je rationeel naar die wedstrijd kijkt, en we gaan de analyses van de Jonathan Wilsons van deze wereld nog krijgen, Pieter Zwart, maar je hebt zo erg onder druk gestaan, dat je dat gewoon, je hebt niet goed verdedigd. Nee. Je lijp terug laten dringen van Gaal, of de hele verlenging was je lul. Je was de hele verlenging de lul. En je had nog een keer kunnen wisselen, en ik bedoel, het is niet dat je een lijp wereldelftal hebt. In minuut 113 breng je Noah Lang voor Cody Gakpo. Nee, omdat Cody Gakpo echt niet meer maar kon. Maar bijvoorbeeld Davy Klaassen erbij zetten was in mijn ogen logisch geweest.
Oké, ik wil heel even, want ik wil de mensen wel benadrukken. Wij nemen vlak na de wedstrijd de podcast op. Ja. We hebben geen reacties gezien. Geen interviews, niks. Van Gaal niet, Van Dijk niet. Messi niet, niemand niet. We hebben geen reacties van de NOS. We nemen dit kom morgen op. Allemaal. Kom morgen allemaal. Ik wil de verlenging eigenlijk overslaan. Want daar ben je, word je teruggedrukt. Krijgen zij wat kansen. Krijgen zelfs een vrije trap op een gegeven moment in de 16. In de 5. Ja. In de 5 is altijd de keeper. Kwam Noppert niet? Nee, Virgil blokte nog een hele goede bal. Bij die vrije trap die jij noemt. Maar, die, daar eindigt Noppert achter de lijn. Wat nooit een goed teken voor een keeper is. Mag niet. Messi die neemt nog een corner kort. En die schiet die bal 10 meter naast. Ja, het was niet sterk. Morgen gaan we alle reacties bespreken, et cetera. Maar laten we nu even naar de penalties gaan. Eerlijk, ik dacht voor de verlenging van nu heb je momentum. Bij de penalties was het 55-45 in ons voordeel. Totdat je opeens 0-2 achter staat. Ja, man. En dit was gevoelsmatig 2014 al over again, toch? Ja, Vlaar miste toen de eerste panel. Ja. Nu doet Van Dijk het. Ik vind het... Ik had geen gewoon... seintje twijfelkil. Wij hebben eerder op de dag hebben we Brazilië zien verliezen na penalties van Kroatië. Ik heb Neymar niet gezien. Virgil van Dijk stond er als eerste. Mist die bal. Ik neem hem niks kwalijk. Niks. Hij heeft die penalty gemaakt toen tegen Kepa. Schoot hij hem in die hoek. Hij neemt een korte aanloop. Dat is zijn penalty. Dat doet hij altijd. Ja, kijk, het is een beetje dubbel, man. Want kijk, dat Van Dijk de leider is van deze groep is duidelijk. Dat hij de eerste penalty wil nemen is dapper. Is toch vet? Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt wel mensen in je spelersgroep die een betere strafschop kunnen nemen. En uiteindelijk is het wel zo dat die eerste penalty natuurlijk moreel gezien iets extra's is. Weet je wel, de eerste missen is wel echt een klap in je gezicht. En ik snap niet... Had je Koopmeiners die eerste Of Koopmeiners of Luc de Jong. Koopmeiners, Luc de Jong is minder secuur in penalties, maar Koopmeiners, Vincent Jans is de beste, die stond er niet in. Ja. Koopmeiners is daarna de beste. Ja. Heeft natuurlijk op een gegeven moment, die had een soort trucje bij AZ. Toen mensen dat door hadden, weet je wel, toen miste hij er een aantal. Alleen, kijk, ik denk dat je in de penalty-serie te weinig rationeel geweest bent. En je hebt rationeel gezien betere penalty-nemers dan Luc de Jong. En natuurlijk moet, of dan Virgil van Dijk. Ja. En je moet natuurlijk meewegen dat het dit grote podium is, dat Van Dijk daar het beste mee om kan gaan. Maar ja, Van Dijk heeft niet de beste straf. Dus jij zegt, had hem dan als tweede of derde laten nemen. Ja, of vierde of vijfde. Maar ik had je beste nemers als eerste laten nemen. En het is niet fout van Van Gaal, Frans Hoek. Maar het had beter gekund. Maar Mart, heel eerlijk, om te tackelen. Dat deed Spanje. Die liet Sarabia nemen. Die had 16 van de 16. Beste penalty nemer komt als eerste. Die mist hem direct. Ja, maar het is een... Kijk, Van Dijk... Als Van Dijk hem binnen had geschoten, waren we allemaal... Oef. Maar vond jij dat... Kijk, het was een gruwelijke redding van Emiliano Martinez. Ja. Maar je hebt een paar feiten over penalties. Ja. En als jij hem op ongeveer een meter hoogte schiet... Berghuis en Van Dijk hebben hem beide niet goed binnengeschoten, maar ik neem ze allebei niks kwalijk. Nee, maar kijk, ik neem het ook niet persoonlijk kwalijk. Ik snap wat je bedoelt. Ik snap... Kijk, ik had nooit een penalty durven nemen op dat podium. En... Bro, had mij al in de 119e minuut gewisseld, want ik poep dit hele oppersoetspak onder. Nee, maar het gaat niet om of ze wat kwalijk nemen. Het gaat er alleen om dat wij betere penaltynemers hebben die niet hebben genomen. En misschien dat zij niet durfden of zo, dat weet je allemaal niet. Maar ik denk dat als jij rationeel gezien dit bekijkt, dat Van Dijk niet de beste keuze was. Nee. Uiteindelijk scoren Koopmeiners, Weghorst, Luc de Jong nog. Gelukkig hun... penalty van Luc de Jong. Ja man, Koopmeiners vond ik ook een knappe penalty. Ja. Fernandes mist nog bij hun, waardoor er enigszins hoop was. Ik vond wel, met alle gewoon met alle onderzoeken en blablabla, bla, bla, penalty keepers, blablabla. Bla, bla. Ja. Andries. Ja. Vind ik weinig. Maar gewoon, dat neem ik hem niet kwalijk. Maar gewoon, dat bewijst voor mij wel gewoon. Hij lag bij Enzo Fernandez, lag hij een end in de hoek, maar die bal ging mis. Ik denk dat je als keeper wel kan bewijzen van, oké, iemand durft lang te blijven staan. Durft lang te kijken. Hè? Gewoon, want je hebt ook wel eens in de jeugd, jij en ik zijn allebei prutkeepers geweest in de jeugd. Ja. Jeugd, je kan ook gewoon heel vroeg een hoek induiken. Maar ja, dat heeft voor nu weinig zin gehad. Ja, hij lag een paar keer te vroeg in de hoek aan de andere maar kant. Neem ik, nee, aan maar het eind blijft hij veel te lang staan. En dan zeggen mensen ook van, je had meer kunnen doen. Ja, ja weet je wel. Ik bedoel, ja. Is goed. Bijvoorbeeld bij Messi blijft hij, we liggen eruit. Staan, toch? Wat is het sentiment aan het eind van de... Ja, ik besef het nog niet helemaal dat we nog 9 dagen WK hebben. Zonder Oranje. En dat is heel jammer. Aan de andere kant denk ik dat
een korte conclusie. Oranje naar de mogelijkheden gepasseerd heeft. Ze hebben van de landen die minder waren gewonnen. En kijk, als je was er zo dichtbij, bro. Ja, nee, tuurlijk. Maar Argentinië heeft op zoveel posities betere spelers dan Oranje. Ze spelen bij veel grotere clubs. Ze hebben ervaring op een veel hoger niveau. En Argentinië was beter vandaag. En Argentinië was beter vandaag, man. Dus ja, je hebt verdiend verloren. En dat is, maar het is super wel droevig. Tering jammer. Het is fucking jammer. Het is jammer voor iedereen. Ja. Maar bovenal voor die gasten in Qatar, man. Ja. En voor Louis van Gaal. Ja. We komen hier morgen op terug. De dag van morgen. Om 4:00 beginnen we met Marokko-Portugal. Ja, we hebben vandaag natuurlijk ook de prestatie van Kroatië gehad, die ook heel knap is. Daar hebben we morgen ja, ook over. Ja, maar daar gaan we morgen gewoon lekker over. Ja, man, morgen Marokko tegen Portugal. Ja, ik heb wel een zwak gekregen voor het Marokkaanse elftal, maar daar heb ik nu ook nog helemaal, maar daar heb ik helemaal geen gevoel bij nu. En ja, ik bedoel, Engeland-Frankrijk is een fenomenaal affiche, maar ik moet er op dit moment niet aan denken om 3 uur voetbal te gaan kijken morgen, man. Het zou wel heel vet zijn we gaan als het doen, Marokko het eerste Afrikaanse land zou zijn dat de halve finale. Het zou fantastisch voor zijn. Heel veel Marokkaanse Nederlanders. Ja, maar goed, maar gaan voor we de hele voetbalwereld, maar daar komen we. Ik snap wat je bedoelt, maar gaan we morgen op terugkomen. De voorspellingen gisteren gaan we morgen ook op terugkomen. We gaan niet de resultaten vandaag bespreken. We gaan niet de winnaar vandaag bekendmaken. Komen we allemaal morgen op. We nemen een paar minuten na de wedstrijd op nogmaals. We hebben het nog niet kunnen berekenen. En heel eerlijk, we hebben ook tegen elkaar gezegd, laat het even voor morgen. Yes. Wel even voorspellingen voor morgen. Waar moeten ze inzenden? Want dat waren we gisteren vergeten. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel gepubliceerd. Op Instagram. Zeg het maar, waar zeg jij? Gisteren was Instagram, dus zullen vandaag we YouTube doen? YouTube? Vandaag YouTube comment. Oké, okay. Ja, goed, want de stand gaat door. Het staat 6-6 tussen ons. En goed, we spelen voor dat shirt van Andries Noppert. En ondanks het, dat hij er niet meer bij is en tot onze spijt dat ook wel een gedane zaak is, gaan we wel weer voorspellen. Marokko-Portugal, wat wordt dat, Lars? Marokko-Portugal wordt 0-3. Zo. Je zegt net even de Marokkaanse Nederlanders, het is prachtig. Nee, ik hoop het voor ze, maar ik denk het ik niet. Ik denk dat dat 0-1 wordt. Nou goed, hoeveel spelers met een Eredivisie heden of verleden zijn direct betrokken bij een goal vandaag? Ik heb dit niet opgezocht. Ik denk 0. Ik denk ook 0. Doe ik. Is oké. Okay. Masraoui, Ziyech. Je mag ook 0 zeggen. Ik doe 1. Okay. Nee, ik doe ook 0. Ik ben laf. Oké, okay, hoeveel Premier League spelers komen er vandaag in actie? Oeh. Heb ik ook niet geteld. Ik voel nu die disclaimer omdat jij mij een keer. Ja, nee, ja, maar ja, dat is zo. Nee, tuurlijk zoek ik het niet op. Maar welke, even kijken, ik zit 2 wet. Ja, maar Engeland. Ja, dit vind ik echt een kutvraag. Ja, daarom is hij zo mooi. Nee. Engeland, Frankrijk, heb Marokko, het Portugal. Nee, ik heb het niet opgezocht. Ik beloof het je. Hand op maart. Ik denk 18. Nee, veel meer. Engeland, dat zijn er al 14 of 15. Bij Frankrijk spelen heel veel in de Premier League. Bij Marokko spelen er een paar in de Maar Premier deze League. Vraag, Portugal. Nee, laat hem dan weg. Voor ons tenminste. Ik vind dat echt oneerlijk. Oké, okay, doen we hem wel voor de mensen? Ja, wel voor de vraag. Mensen, maar wel voor ons weg. Nou, dit valt me van je tegen, Lars. Nee, helemaal okay. Niet. Valt me, jij kent de vragen, ik niet. Nee, maar ik mag hem wel toch van je tegenvallen. Wat is dan de vraag? Ja, nee, niks. Geen van vraag. Deze twee? Nee. Oké, okay, cool. Dan was dat dit. Herhaal dan, die laatste vragen. Hoeveel Premier League spelers komen er in actie vandaag? Oké. Okay. Ik denk 40. Jezus. Ja, maar het zijn 4 landen, hè? Die beste spelers spelen in de Premier League. Er komen 5 wissels. Heb je 80 spelers. Okay. De helft in de Premier League. Die is voor de mensen. Mart, heel even een resume. Ja, alle reden om heel trots te zijn. Want die gasten hebben hun ballen uit hun oranje boxershorts gewerkt. Alleen Argentinië was beter. Ik wil wel niet, heel niet onverdiend gewonnen. Je hebt gelijk. Ik denk ik weet niet, man. Ik merk wel dat het me pakt, deze nederlaag. Ik heb het een paar jaar gezegd. Nederland zelf al boeit me niet. Dat is ook zo tijdens de kwartfinale. Of kwartfinale. Tijdens kwalificatiewedstrijden, oefenwedstrijden. Misschien ook wel tijdens de groepsfase. Ik maak deze podcast met heel veel plezier met jou over het WK. We zitten vandaag ook weer in die prachtige pakken van Opposuit. Zeker. Ja. We hebben nog steeds de code van Voetbalshop. 15% korting bij de code WK Daily 15. In de WK-shop van Voetbalshop. Heel veel complimenten gekregen van heel veel vrouwen. Complimenten. Maar dit is de laatste keer dat we me aan hebben. En ik ben echt teleurgesteld. Ik ben gegrepen. Nou ja, ik ga zo meteen wat biertjes drinken. Heel eerlijk. Ik ga zo meteen heel even tijd voor jezelf ontschroeven. En morgen zijn we er gewoon weer. Dan gaan we alles bespreken. Kroatië, Brazilië, rest van het WK. Ik hoop dat jullie erbij zijn, man. Doe een duimpje omhoog. Laat een reactie achter.
Abonneer je op Spotify. Reageer op Twitter. @afzafkicken. Trouwens, super leuk dat wij hebben gisteren zo'n beetje laf vlogger oproepje gedaan. Van abonneer en like. En super veel mensen hebben dat gedaan, man. En dat tekent toch een soort loyaliteit die niet helemaal past bij misschien het Nederlands elftal. Van wat toch veel teletext supporters zijn. Maar daarvoor super dankbaar en erkentelijk, zoals God zou zeggen. En ja goed, het waren een fantastische 3 weken. Alleen we moeten nog een week. En we gaan gewoon door. Tuurlijk, man. Ja, want sowieso. Vandaag zijn we misschien een beetje droevig, maar morgen zijn we weer vrolijk. Voetbal is het mooiste wat er is, man. Mart, we gaan ervoor. Luisteraars, kijkers, dankjewel. En morgen zijn we gewoon weer met een nieuwe WK Daily podcast/video. Tot morgen. Ciao.